Ja, vandaag is de eerste dag dat de bomen op de Capellelaan gerooid worden, zoals u ziet. Het gaat in een rap tempo, want vanochtend zijn ze bij de Capellepoort begonnen. En ze zijn nu inmiddels bijna bij de spoorweg. Ja, ik vind dit heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder om de Capellelaan zonder bomen te zien. Het is niet meer de Capellelaan. Maar goed, komen nieuwe bomen.